Na de wedstrijd Sportclub Enschede tegen Silvolde sta ik met hoofdtrainer Theo Vonk. Heeft Enschede twee punten verloren of toch nog een punt gewonnen, Theo? Nou, ik ben met het punt tevreden, omdat wij een hele nieuwe ploeg weer. Elk jaar gaan heel veel spelers weg. Want de clubs als Glanenbrug en Richters Bleek en Excelsior en Dato, die hebben de geld. En eigenlijk ben ik een beetje de opleider van de regio. Want dit jaar zijn er weer 15 spelers weggegaan. En een jaar voor 12 en een jaar daarvoor 12. En de jongens die dus bij ons komen, zijn meestal spelers uit lagere klassen. Nou, dit jaar hebben we heel veel gesprekken gevoerd. Maar je weet ook op dit niveau, het gaat om geld. Nou, dat hebben wij niet, dus wij geven geen geld. Dus we hebben eigenlijk maar 12 veldspelers. En het wordt aangevuld, dat zie je ook, hele jonge jongens. Zoals vandaag ook twee A1 spelers mee. Die rest buiten was een B1 speler, die is 15 jaar. Dus daar moeten we een beetje van hebben. Vorige week tegen Stevo waren er nog 3 geschorst van die 12 en een paar geblesseerd. Toen deden er 4 A1 spelers mee en 1 B1 speler. Dus dat is een beetje. Maar vandaag vond ik weer een klein beetje dat we de wil hadden om goed te spelen. En ik ben content met het punt. Ja. Als ik kijk wat er in de media geschreven wordt, Theo, dan heb je in het begin aangegeven we moeten kijken hoe we die ploeg kunnen bouwen. Tot voor een paar wedstrijden terug stond het elftal niet echt goed. Maar vandaag zag ik wel een goed Enschede voetballen. Jawel, er waren weer drie A-spelers erbij, drie goede spelers. Die misten we vorige week. En we hebben altijd in het begin van het seizoen hebben we wat moeite. Omdat als je weet, bij de amateurs, dan heb je eigenlijk nooit een normale voorbereiding. Iedereen, dan is die weg, dan is die op vakantie, dan komt die weer terug. Dus ook vorig jaar begonnen we na de 4-5 wedstrijden, begonnen we een beetje te draaien. Nou, en dit van vandaag. Kijk, jullie hebben Silvolde is een goede ploeg. Ik vind een van de betere ploegen die ik tot nu toe gehad heb. Heel standvastig, verschillende spelstijlen kunnen ze spelen. Gevaarlijk. Je hebt veel grote jongens. We hebben allemaal kleine jongetjes. Hè? Dus de spelervattingen en de corners waren levensgevaarlijk. Omdat wij dus geen koppers hebben. Maar toch wonen jullie alle kopduels? Nou, ja, vaak. Vaak in duel. Maar ja, dames en heren, ik heb een paar eindstanden voor u van wedstrijden die om 2 uur zijn begonnen. Gaan we verder? Ja. Waar hadden we het over? Kleine jongens. Kijk, we krijgen ook de goal weer tegen. Vorige week ook. Stonden we ook met de rust 1-0 voor tegen Stevo met dat groepje. Maar we krijgen ook weer een goal tegen uit een corner. Nou, nu weer. Ja. Kijk, onze keeper is ook relatief klein. Ja. En hij slaat hem in wezen in zijn eigen goal. Daarna toch wordt de drang om toch te gaan winnen. En dat geeft me wel een beetje vertrouwen voor de naaste toekomst. Kijk, we moeten toch roeien met de riemen die we hebben. En zolang we er nog plezier in houden, dan gaan we gewoon door. Okay. Theo, ik wil het hierbij laten. Ik dank je voor je tijd en succes met Sportclub Enschede. Dank je wel. Jullie ook succes. Dank je wel.